Welkom bij Programmeren met de Arduino. Vandaag gaan we kijken naar de if-else-constructie. In de vorige constructie waren we, in het vorige filmpje zijn we bezig geweest met de if-constructie, maar nu gaan we bezig met de if-else-constructie. En we gaan weer even twee variabelen definiëren. We zeggen x is 0 en y is 5. Oké, prima. Moeten we ook weer even de seriële monitor aanzetten. Dat is wel zo handig. Dan kunnen we ook zien wat de Arduino terug wil praten. En we zetten er ook nog even bij start programma. Dat is misschien toch ook wel handig. Dan zien we precies of die ook echt opgestart is. En we gaan dan de if-constructie toepassen. If i is groter dan x. En ik begin eerst nog even met iets anders toelichten. Namelijk het feit dat je bij deze accolades, dat je daar meer dingen tussen kan zetten. Meer dan één ding. Dus je kan hier ook neerzetten. Even denken, i is groter dan x. En ik kan er nog iets onder zetten. En al dat zal hij uitvoeren als i groter dan x is. Nou, laten we eens even kijken. Wat hij doet. Ja, dus je ziet dat als i groter dan x, dan doet hij beide statements. En dat is, dit is eigenlijk een soort samengesteld statement. Hè? Dus vanwege die, hij doet alles wat tussen die accolades staat. En dat is erg handig. Nou, laten we nu de else gaan toepassen. Else, kunnen we ook iets typen. Nou, als dat niet het geval is, dan zou je zeggen dat i is kleiner dan x. Oké. Dan moet ik natuurlijk wel even x ook echt groter maken dan i. Laat ik dat hier eens doen. X is 10 bijvoorbeeld. Laten we maar even runnen. Ja, en in dit geval is i kleiner dan x, hè, want i was 5 en hier hebben we x, hebben we 10 gemaakt. Dus dan zie je dat hij eerst checkt, is i groter dan x? Nee, want i was 5, x is 10. En dan voert hij dit uit. Oké. Nou heb ik natuurlijk een denkfout gemaakt in mijn programma, want wat als ik nu zeg, x is 5 en i was ook al 5? Laten we eens kijken wat hij dan doet. Ja, dan zegt hij i is kleiner dan x. En dat zegt hij omdat i, deze if hier, if i is groter dan x, dat was niet waar, want 5 is niet groter dan 5. En dan zegt hij automatisch i is kleiner dan x. Ja, dat is niet waar, want ze zijn gelijk. Dus dat wil ik eigenlijk ook nog. Oké. Nou, dan kunnen we de if-else uitbreiden met weer een if-else. Dus we kunnen hier nog een if neer gaan zetten. En dan zetten we if, even denken, i is kleiner dan x. En dan kunnen we hier een else neerzetten. Laten we eens kijken wat hij nu doet. Ze zijn gelijk. Nou, laten we eens even testen of het ook echt voor alles klopt. Stel dat x is 4 en dan blijft i 5. X is 4 heb ik nu gezegd, i is 5. I is groter dan x. Ja, dat klopt hè. Nu gaan we x is bijvoorbeeld 6 maken. I is kleiner dan x. Klopt dat? X was 6, i is 5. Ja, klopt. En deze if-else constructie, die kun je zeg maar oneindig blijven uitbreiden met if, else, if, else, if, else, if, else, if, etc. Ik wil nog één dingetje laten zien hier. Er zit ook een automatisch opmaakstukje in de Arduino IDE. En dat is deze, autoformat, Ctrl T. Als ik
daarop klik, dan zal hij alle spaties zetten op een manier zoals hij het mooi vindt. Nou, er is best wel wat op af te dingen. Hè? Ik vind bijvoorbeeld persoonlijk dat dit mooier is. Eens kijken of hij dat dan ook nog steeds goed vindt. Oh, dat vindt hij ook nog steeds goed. Oké. Dus dat is toch wel handig om dat af en toe even te gebruiken, dat autoformat. Want dat zorgt wel dat jouw code er netjes uit blijft zien. Want je kan hier natuurlijk, het idee van dat inspringen is natuurlijk heel mooi, dat je kan zien, nou, als i is groter dan x doet hij dit, als i is kleiner dan x doet hij dit, en anders doet hij dit. Nou, dat is wel erg handig. Dat zou ik toch absoluut wel gebruiken. Anders wordt je code erg lelijk. Nou, op naar het volgende filmpje.